vooroordelen, we hebben ze allemaal, over en met elkaar. Zo denken jongeren vaak iets over ouderen en andersom ook. Maar waarom hebben we eigenlijk zoveel vooroordelen en waar komen vooroordelen vandaan? Vandaag proberen we jong en oud juist dichter bij elkaar te brengen. Welkom bij Get Out! Laten we eerst eens gaan kijken wie onze gasten zijn. Mijn naam is Svenna. Ik ben 85 jaar en ik woon zelfstandig in een appartement in Uithuizen. Ik hou echt van breien, maar is dat nou het enige wat ik doe? Ik ben Tristan. Ik ben 18 jaar, studeer in Groningen en kom uit Drachten. Ik hou wel van een biertje, maar drink ik die elke avond? Mijn naam is Lucas en ik ben 72 jaar en ik woon in Groningen. Ik lees iedere ochtend de krant en dit is pas het begin van de dag. Ik ben Courtney, ik ben 24 jaar. Ik kom uit Amerika, maar ik woon al 2 jaar in Nederland. Ik zit misschien wel vaak op mijn mobiel, maar het draait niet alleen om social media. Welkom in de studio van Get Out. En al zeg ik het zelf, wat een prachtige studio. Ik heb een aantal gasten. Tristan, Fenna, Lucas en CJ. Zo noem ik je gewoon vandaag, vind ik leuk. En we gaan het hebben over vooroordelen. Vooroordelen die ouderen hebben over jongeren en andersom. Ik heb eigenlijk ook wel een paar vooroordelen. Want Fenna, ik denk dat het vroeger heel erg saai was en streng. In hoeverre klopt dat? Ja, dat klopt. En Lucas, ik heb ook een beetje het idee dat ouderen misschien ons een beetje asociaal vinden tegenwoordig. Ja, dat is zo. Waar ergert u zich aan? Nou ja, aan die telefoon. En ik reed gisteren in Amsterdam en als er 10 bij het busstation staan, daar staan alle 10 met de telefoon zo te kijken. Ja. Ik denk, wat zoeken ze nou? En wat zijn een aantal vooroordelen die jij bijvoorbeeld hebt, Tristan, over de ouderen hiernaast je? Ouderen zijn heel saai, ouderen doen niks, ouderen zitten een beetje op hun stoel thuis. Ik denk dat zij tot meer toe in staat zijn dan dat de jeugd van tegenwoordig door heeft. Dat is een woord. En CJ, heb jij ook een vooroordeel over ouderen nu bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat ouderen nu tegenwoordig wat eenzaam zijn. Mm. Ja. Merk je dat ook in je directe omgeving? Heb je bijvoorbeeld opa's en oma's waarvan je denkt, nou, die mogen wel een keer wat meer aandacht krijgen? Ja, zeker. Zo te horen zijn er genoeg vooroordelen over elkaar. Maar waar komen deze eigenlijk vandaan? Als je een mening hebt zonder dat je de feiten kent, dan heb je een vooroordeel. Een vooroordeel wordt meestal gebaseerd op uiterlijk, kleding en houding. En is meestal negatief. Dit heet sociale categorisatie. We hebben de neiging om mensen onbewust in hokjes te plaatsen. Zo worden vooroordelen gevormd. Tijdens het vormen van je identiteit verdeel je de wereld in 2 groepen. De groep waarmee jij je identificeert zie je vaak als positief. Over de andere groep denk je vaak negatief, om je zo beter te voelen over jezelf. Wanneer je elkaar leert kennen, kom je erachter dat vooroordelen niet altijd waar hoeven te zijn. Dus niet alle ouderen zijn eenzaam en niet iedere student drinkt elke avond bier. We weten nu van alles over vooroordelen en het is ook niet helemaal niet zo gek dat we allemaal vooroordelen hebben over elkaar, toch? Dat gebeurt gewoon. Dat lucht op. Dat mag ook af en toe. Ja. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of jullie ook elkaars generatie een beetje kennen. Oh. Dus we gaan quizjes doen. We gaan de strijd aan. Ja, nee. Dat wordt toch leuk? We hebben teams. Ja. Jawel, Fenna, we hebben teams. Jij bent het team met Tristan. Ja. Ja? Komt helemaal goed. Ja? Dan verliezen we. Nee, dat mag niet. Wees positief. Wat is dit? En Courtney en Lucas, jullie zijn ook het team, oké? Okay? We gaan een aantal onderdelen doen. Een muziekquiz, Out Loud. Een kennisquiz gaan we ook doen, Knockout. En we gaan nog geen ja, geen nee en geen doen. En daar beginnen we allereerst mee. 1,5 minuut ga ik jullie vragen stellen. En als je 3 fouten hebt, ben je eruit. Het ja, geen nee en geen spel ga ik nu met Fenna doen. Fenna, bent u er klaar voor? Soms. Hoe oud bent u, Fenna? 85. Vindt u dat fijn? Zeker wel. Vond u dat altijd al fijn? Ja. Zwemmen doet u vaak in de zomer, toch?
Altijd. Met wie dan? Alleen. Klopt dat echt? Ja. En hoe bevalt het om te wonen in het huis? Is dat fijn? Prachtig. Heeft u veel familie? Zeker. Kleinkinderen ook, toch? Niet altijd. Niet altijd? Nee. Heeft u achter kleinkinderen? Veel. Ja? Soms. Soms? Ja. Ja, zegt u weer ja. Ja, we zitten al op drie. We zitten al op drie. Oh. U deed het wel heel goed, moet ik zeggen. Jawel, jawel. Het ging hartstikke goed. Ja, het ging best wel goed. Soms kleinkinderen. Hoe kan dat nou? Dat ze af en toe... Nee, maar god. Nee, u deed het hartstikke goed verder. Maar jammer genoeg... ja, wel drie fouten. Ik heb mijn best gedaan. U heeft uw best gedaan. Zeker, zeker. Corny, nu met jou. Geen ja, geen nee en geen Ben je er klaar voor? Zeker. Het gaat tijd nu in. Corny, hoe oud ben jij? 24. Wat vind je tot nu toe de leukste leeftijd in je hele leven? Shit, ik had het zelf niet eens door. Ja. Alweer dan. Oh nee! Nee, je zegt ze allemaal gewoon in één zin. Oh ja, nou ja, god, Corny, jammer genoeg af. Dat duurde wel geteld, denk ik, 12 seconden, maar goed, hartstikke goed gedaan. Dankjewel, Corny, bij geen ja, geen nee, geen Tristan is bij Fenna op bezoek geweest, in Uithuizen, om elkaar nog beter te leren kennen. Laten we eens kijken. Nou, Fenna, wat doet u nou eigenlijk? Heel veel. Ik zit buiten, als de zon schijnt. Ik wandel graag. Ik ga met de scootmobiel de polder in. Dat is heel veel te zien. Hartstikke leuk. Ik zwem graag. Ik duik zelfs nog van de plank. Dat durf ik ook nog. Ja. Ik geniet gewoon. Jij bent een Fries. En jij studeert. En wat heb je nog meer gedaan? Nou, ik studeer industrieel productontwerpen. Daar ben ik... elke dag heel erg druk bezig met mijn studie. Soms iets minder dan dat ik wil, omdat ik ook bestuur naast doe. We hebben een studievereniging. Yeah. En wij zorgen ervoor dat onze leden die de studie volgen, industrieel productontwerpen of human technology. Wij zorgen ervoor dat onze leden extra sociale verbreding krijgen en ook studiegerelateerde verbreding. Tristan, wat verwachten mensen niet van jou? Nou, ik denk dat... als ik mensen vertel dat ik vroeger genaaid, gebreid en geborduurd heb en op ballet heb gezeten, dat mensen wel heel verbaasd opkijken. Ik kan me er wel wat van voorstellen. Dat ik dat vroeger heb gedaan? Ja. Ja? Ja, jij bent er wel een typeje voor. Nee, ik kan mijn breiwerker er wel even bij pakken. Ik had het vandaag... En je breiwerker meegenomen? Ja, ik had het meegenomen. Goh, inderdaad. Dat is leuk. Ja. Dus dit is waar ik nu mee bezig was. Is dat nou wel handig, zulke dikke pennen? Nou, daar krijgen ze ja, een hele dikke steek van. Dus dan hoef je minder te breien en dan krijg je hetzelfde resultaat. Dan gaat het sneller. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is gemak, zeg. Ja, misschien een beetje. Nou, dan heb ik een hele andere koek. Kijk. Dat is mijn trui. Ja. Kijk, en dan moet je de pennen zien, bij die van jou. Ja, inderdaad. Het is een heel groot verschil. Maar dit is gewoon leuk. Trista kan nog een hoop leren van Fenna haar breikunsten. Terug naar de studio. We gaan door met een quiz. De knock-out quiz. Het is jong tegen jong, oud tegen oud. En de jongeren krijgen vragen uit de generatie van de ouderen. En andersom. Tristan, ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Corny, ben jij er klaar voor? Ik hoop het wel. Goed zo. Als je het weet, zo snel mogelijk hier op de rode knop drukken voor mij. Knock-out. We gaan beginnen, jongens. De eerste vraag. Studenten houden hiervan, maar volwassenen vinden het ook een heerlijke delicatesse. Wat voor soort drank is oud-bruin? Oud-bruin. Jenever. Dat is fout, dat was bier. Het was gewoon een biertje. Ja, soms is het makkelijker dan je denkt. Punt gaan naar Corny. De euro werd in 2000 ingevoerd. Is het waar of niet waar? Waar? Niet waar. Ja. Het was 2001. Dus weer een punt voor Tristan. Welke provincie wordt ook wel stad en Ommeland genoemd? Groningen. Ah, perfect. Het is, ze weten veel. De algemene kennis is op een ongekend hoog niveau. Het staat 2-1. Wat was de bekende bijnaam voor Elvis Presley? Amerikaanse, dat moet je weten. Kom op. Wat was de bijnaam van Elvis Presley?
The King. Oh ja, goed zo, ja. Goed zo. Goed gedaan, goed gedaan. Kom op. Oké, toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, dacht hij dat hij in India was aangekomen. Is dat waar of niet waar? Waar. Dat heb je gelijk in. Goed gerevancheerd, weer een punt. Hoe heet de dik, hoe heet de dik vloeibare liqueur die onder andere van eieren gemaakt wordt? Eggnog. Advocaat was het. Oh. Nee, dan heb je het fout. Jammer. Punt gaat naar jou. Wat is de start en de aankomstplaats van de Elfstedentocht? Als Fries moet je dat weten, jongen. Druk snel en zeg maar wat. Nou. Ja, goed zo, goed zo. Met veel twijfel, maar het klopt. Weer een punt. Oké, we gaan Gronings praten. Ik neem mijn paraplu mee, want er komt een gjobbe aan. Wat is een gjobbe? Heel hard regen. Fantastisch gedaan. Goed zo. Ja, goed zo. Punt voor jou. Ja, het is goed. Ja. Toch? Ja, ja. Hey. In plaats van een riem kun je ook hupselen gebruiken. Wat zijn hupselen? Ah, suspenders. Maar ik heb de Nederlandse naam. Ja, dat klopt wel. Ik reken het goed. Ja, pretels. Ja, goed. Goed. Ja. Weer een punt. Ja, Gronings is echt uitmuntend en je woont er nog maar 2 jaar. Vanavond wordt er stamppot mous gegeten. Wat wordt er gegeten? Stamppot boerenkool. Ja, goed zo. Goed zo. Wat ben jij, een okse? Ezel. Dom hoor. Ja, dat reken ik wel goed, toch? Bijna hetzelfde. Dat was de jonge generatie in een knock-out quiz. Goed gedaan. Jullie hebben echt ontzettend goed gespeeld. Maar dat kan maar één de beste zijn. En de beste, dames en heren, is Courtney gewonnen. Hey. Heel goed gedaan. Bedankt. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik vind het knapper als Amerikaans hier toch alles rocken. Ja, bedankt. Goed gedaan. En het is de beurt aan de ouderen in een knock-out quiz. Ik ben benieuwd. Lucas, Fenna, heel veel succes. Druk op de knop als je het antwoord weet. Vraag nummer 1. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. Van wie is dit lied? Shafi. Nee, Herman van Veen. Ach. Punt gaan naar Lucas. Wist jij het wel? Ik weet het niet. Vind ik een heerlijk nummer trouwens. Wat zijn Vindicat en Albertus in de stad Groningen? Wat zijn dat? Hoe noemen we dat? Studentenvereniging. Helemaal goed. Wat goed. Een punt. De kroegen in Groningen hebben geen sluitingstijd. Is dit waar of is dit niet waar? Het gaat nooit dicht. Niet waar. Ja, is wel waar. Ja? Het gaat helemaal nooit dicht. Groningen telt ruim 80.000 studenten. Is dit waar of niet waar? Niet waar. Goed zo. Het zijn ongeveer 56.000. Ja. Oké, we gaan verder. Wat is een van de bekendste en populairste kroegen in de stad Groningen? Ze hadden vroeger denk ik ook al. Hele belangrijke tent. Huis en Maas. Huis en Maas. Nou, ik vind het wel hip, maar dat, nee, niet Huis en Maas. Dat was de Drie Zusters. Ah, Drie Zusters. Ja, die, ja. Daar was je vroeger ook wel vaak. Ja. Wij liepen in de kroeg. Nee? Nou, Lucas wel, dat weet ik zeker. Ja, Huis en Maas, ja. Huis en Maas was je ook? Ja. Lekker feestje. Nou, ja. De app Tinder wordt veel gebruikt onder jongeren. Ik niet, hoor. Wat is Tinder? Wat is Tinder? Nee? Het is een datingsapp. Als je elkaar leuk vindt, kan je elkaar zo vinden. Ja, maar ik heb niet. Nee. Dus weet ik er ook niks van. Nee. Nou ja, misschien is het wel wat. Dan kan je je liefde van je leven vinden. Nee, nou, jongen, nee. Nee? Nee. Ik heb een heel mooi leven gehad. Noem een land waar veel jongeren op feestvakantie gaan. In Europa. Waar gaan veel jongeren heen op vakantie als ze lekker willen feesten? Ibiza. Je drukt het niet, maar ik vond het wel goed. Was naar Portugal ook. Ibiza trouwens ook. Allebei gewoon een punt. Ja? Welke sport staat centraal tijdens de Zwarte Cross? Ik heb heel veel biertjes gedronken. De motocross. Heel goed, 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 goed. Wat betekent het als je een biertje gaat atten? Een biertje at, zo tap. Dan sla je hem achterover. Goed zo, in één keer. Ja. Ja. Wat zeggen studenten als ze zeggen, we hebben nieuwe patas gekocht? Wat hebben ze dan gekocht? Nieuwe schoenen bijvoorbeeld. Nou. Hé. Hey. Ja. Als studenten naar thuis gaan, waar gaan ze dan naartoe? Wat is thuis? Naar de auto's toe. Perfect. Goed zo. Goed zo. Maar goed, jullie hebben het goed gedaan. Maar dat kan maar één de beste zijn. De winnaar van de quiz van de oudere generatie, hè, is geworden... Lucas. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja, ik zie het enthousiasme ook af. Heeft hij goed gedaan, hè? Prachtig. Maar u heeft ook hartstikke goed gedaan. Prachtig. Dank jullie wel. Lucas heeft Courtney meegenomen naar zijn werk, namelijk
de bloemenveiling in Eelde. Laten we eens kijken. Dus ik zie allemaal bloemen en kerststukken. Ja. Waar zijn we? Nou, we zijn op de bloemenveiling in Eelde. En daar werk ik al 15 jaar. 15 jaar? Ja. Oké, en nog steeds? Dus. En nog steeds met veel plezier. Oh, mooi. Ja. En het zijn wel lange dagen, maar ik vind het leuk onder de mensen. En dat vind ik leuk. En wat bedoel je lange dagen? Nou, lange dagen van s'morgens van 3 tot s'avonds 8 uur. Dus van 3 uur? Ja, s'nachts. Dus dat zijn hele lange dagen. Ja. Dag. En heb je ook vrije tijd ooit? Of? Nou, ik ja. Eén dag werken, één dag vrij. En zo gaan we 3 dagen door heel Nederland heen. Met de bloemen. Ja. Bij de supermarkt. Nou, en jij bent hier nog maar net in Nederland? Of, ja, iets over 2 jaar. Oh, oké. Okay. Ik kom oorspronkelijk uit Amerika. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb mijn vriend online ontmoet. Oh, oké. Okay. Trouwens. Het is niks. Nou, het is wel een beetje bizar, maar we hebben met elkaar geskypt en gepraat elke dag met een app. Ja. Dus ik zit heel vaak op mijn mobiel. Maar ik voel niet dat ik mijn mobiel elke moment bij me moet hebben of zo. Oh, oké. Okay. Nee. En ik heb ook mijn mobiel gebruikt om Nederlands te leren. Ik heb mijn mobiel gebruikt voor zoveel dingen. Het was gewoon een middel voor mij om mijn nieuwe leven te bereiden. Ja. En toen ik in Amerika was, zat ik vaker op social media. Maar nu in Nederland, het is meer, als ik met openbaar vervoer moet reizen, gebruik ik mijn mobiel heel vaak. Of de krant lezen. De krant lezen. En voor school. Dat soort dingen. Voor school heel veel, ja. Mijn rooster kijken, met docenten praten en zo. Maar het is niet dat ik voel, ik hoef mijn mobiel niet elke dag bij me te hebben. Oh, oké. Okay. Fijn dat ze elkaar beter hebben leren kennen. Nu terug naar de studio. Uptown girl, she's been living in an uptown world. Nee joh, ik heb net even lekkere muziekje geluisterd. Alleen ik ben benieuwd wat jullie van elkaars muziek uit jullie generatie weten. Dus, we gaan een muziekquiz doen. Out loud. Zometeen krijgen jullie allemaal een koptelefoon op. En jij hoort dan een liedje. Je moet het nazingen en dan moet Fenna het gaan raden. Wow, die gaat echt drastisch fout. Ja, okay. En waarschijnlijk hoor jij een liedje uit Fenna's generatie. Dus Frank Sinatra, hè? Oh, Abba. Oh, dat is wel dat lukt allemaal nooit. Gaat dat lukken? Ja, nee. Dat is wel mooi. En dan moet jij zometeen Boef en zo gaan zingen. Wat voor ding? Ja, Boef. Gewoon nee. Boefman. Ja, Boefman. Gewoon Boefman. Ja, dat kan ik niet uit mijn hoofd. Komt allemaal goed. Ja, ja. Tristan, ben je er klaar voor? Nee, ready as all ever. We gaan het gewoon proberen. Ja, dan gaan we dan. Oké. Okay. Oh, dit is zo moeilijk. Help! Right, tell me why, tell me why, tell me why. Weet u welke het is? Wel eens gehoord, maar nee. Zou het niet meer weten? Nee, ik vind het ook heel moeilijk hoor. Dat kwam mij nou wel bekend voor, maar ik zou geen titel weten. Oké. Why, tell me why, tell me why. Nou, misschien is dat de titel ook wel. Ja, heel goed gedaan Tristan. En we gaan nu door naar onze andere deelnemer, Fenna. Hoor je? Nee. Dat mag niet. Neur je, Fenna, neur je, zingen. Kom op. Ja, ik weet wie het is. Ja, maar neur je mee. Jeroen van der Boom. Nee. En welk nummer dan? Neurie, Fenna. Jij bent zo, van Jeroen van der Boom. Ja, fantastisch. Ik zat te denken, die uithal die ken ik ergens van. Ja, nee. Wat doe je raar, maar ja. Goed. Courtney is aan de beurt. Oké, eerste nummer, ja? CJ? Ja. Nee. Ik ken dit helemaal niet. Wat hoor je? Meeneur je? Ik hoor heel veel Nederlands. Ja, nee, maar dat weet ik niet.
Ik ken... Herhaal de woorden die je hoort. Oké. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen gang. Laat me mijn eigen something. Laat me. Laat me. Ja. Ik heb een altijd zo. Ik heb iets gedaan. Ik weet niet. Nee? Ja, maar, nee. Is het niet duidelijk? Nee. Lucas, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Neurie en zingen, hè? Ik probeer het. Je best. Oké, daar gaan we. Zet hem maar op. Nummer. Kijk, wat me niet volgen zo snel. Drank en drugs. Drank en drugs. Bam, dan pakt hij hem. Yes. Ik weet het. Nou? Lil Kleine. Ja, heel goed. Drank en drugs. Nou, perfect. Ja. Ja, Lucas, dit is jouw nummertje. Goed gedaan. Ja. Wat een bijzondere dag. Dank jullie wel alvast voor de deelname. En dan zien we wel dat er ontzettend veel vooroordelen zijn en tegenstellingen tussen jong en oud. Maar dat niet per se de realiteit hoeft te zijn. Wat was jouw ervaring van de dag? De vooroordelen, de tegenstellingen? Nee, ik vond het heel interessant om te zien hoe de ouderen over ons dachten. Vooral ook omdat er zijn dingen gezegd waarvan ik in de eerste instantie niet had gedacht dat ze daar begrip voor zouden hebben. Mooi man. Wat vonden jullie van de dag? Van alles wat je hebt gehoord? Vooroordelen? Nou, ik vond het helemaal geweldig. Ja? Ja, het leeftijd maakt echt niet uit voor mij. Want het was gewoon gezellig en leuk. En ja, ik heb het echt leuk gehad. Ja. Hartstikke mooi. Het kan nog leuker worden. Er staan hier een paar shotjes op tafel. Ik wil met jullie gaan proosten. Maar voordat we gaan proosten, moet ik natuurlijk de winnaar bekendmaken. Van de quiz, van het geen ja, geen nee, geen en van het muziekspel natuurlijk. Oké, okay, ik zie daar al de goede band, is daar al in het team gekomen, prachtig. Oké, okay. We gaan de winnaar bekendmaken. Het winnende team, van jong en oud samen, is geworden het team van... Lucas en Corny! Hey! Nice! Ja, toch een applausje. Goed gedaan. Nice. Mooi. Oh, mooi gedaan. Ik zie het enthousiasme er ook in. Ja, jullie ook natuurlijk hartstikke goed gedaan. Vond jullie een leuk team? Ik vind die ook van de verlies. Nou, ja, inderdaad. Vind ik mooi. Ja. Zullen we dan proosten nog met z'n allen? Ja, het was sowieso. Een hele... Laten we dat gaan doen. Onderneming. Dan zullen we dan proosten op de vooroordelen die ook... ja, proost. Dat valt allemaal wel mee eigenlijk. Ja, proost. Zeker. Proost, gefeliciteerd jongens. Proost. Proost hoor, proost. Proost. Wat proost. Verschrikkelijk, wat is dit? Ik heb geen idee. Moet is het echt? Is dit maar? Ja, doe maar. Emeru? Nou, in één keer. Ik ben al half ziek van me. Oh ja. Nou, lekker. Hey. Ja, inderdaad. Ja, ik nogmaals, hartstikke gefeliciteerd. Fantastisch. Jullie ook voor het meedoen natuurlijk. Voor het proost, ik heb ervan genoten. Trek je nog, Fenna? Wat zei je? Nee, die heeft al te veel gedronken. Bedankt. Kijk eens thuis ook bedankt. Ik vond het een ontzettend dat mooie dag. Niet. Jawel, jawel. En wij gaan nog even lekker doorknuffelen. Hey, goed gedaan, Fenna Slaat. Goed gedaan. Doei.